Oh ja, ja, ik heb hard gewerkt. Ook, maar ik heb het ook leuk. Ja. Hoe enthousiast ik ben over supermarkt. Met name. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe week. Het is vandaag zondag en het is 3 uur en ik ben al bezig met het avondeten. Want ik heb hier nog aardappelen over, want ik had vorige week had ik aspergesoep gemaakt, maar hoefde maar 2-3 aardappelen in. En als ik ze nu niet ging gebruiken, dan gingen ze kapot en dat vond ik een beetje zonde. Maar wat ik nu maak is chips. Ik had eigenlijk een YouTube video gezien en diegene had een TikTok gezien dat als je aardappels heel dun scheelt en dan de magnetron doet, dat je chips krijgt. Alleen dat heb ik geprobeerd en het werkt dus echt. Maar ik denk als ik het in de magnetron doe, dat het best lang duurt. Dus ik ga even kijken of het ook in de airfryer kan. Of ook in de oven, want dan is het gewoon iets makkelijker. Maar ik ben hier dus al bezig geweest, want je moet ze eerst natuurlijk eerst even schillen. En daarna moet je ze heel dun snijden en dan moet je ze op papier leggen. Tenminste keukenpapier, zodat al dat water eruit gaat. En dan moet je weer een papiertje erop leggen. Want anders gaat het niet goed knapperig worden, dan wordt het te waterig. Het duurt allemaal wel lang, maar je krijgt er wel wat voor, ook al vind ik het niet heel veel. Ja, wat kan ik verwachten? Ik vind het wel mooi, ik hou van lekker een beetje bruin tegenverbrand aan. Een beetje paprika poeder, een beetje zout. Gaat erg moeizaam met één hand, gewoon niet. Ja. En dan goed schudden. Het is nog een beetje smaakloos, dus we moeten nog even iets meer iets aan doen. Peper misschien, zout. Peter. Je moet er wel genoeg kruid op doen. Dan is het wel echt lekkerder. Maar kijk nou, mijn eigen chipsbak. Van 7 aardappels is dit. Nu ben ik toch echt wel lang mee bezig geweest. Dan heb je dit. Maar goed, het was een leuk proces. Sofie had vandaag cross. En we hadden al het overige eten op Sofia's bord gedaan. Maar kijk, chips ziet er gewoon geweldig uit. Het lijkt net alsof je uit eten gaat, toch? Goedemorgen. Het is vandaag maandag. En het regent vandaag de hele dag. Ik ging kijken. Want ik wilde hardlopen vandaag eigenlijk nog. Maar het blijft maar regenen. Nou, dan vind ik het niet fijn om te gaan hardlopen buiten. Maar goed, waar ik nu onderweg naar ga is naar een proefles die ik heb. Had ik wel ook verteld. In Wierden. Maar gelukkig kan ik Noah's auto mee. Ik zou ook de Mini mee kunnen nemen, de andere auto. Maar Sofie heeft van examens. En ik denk dat ik om 12 uur echt al lang en breed terug ben. Maar ik ga het er niet op gokken, want Sofie heeft examens. En als ze dan geen auto heeft, en dan te laat komt voor examens. Wat een snet weer, jongens. Kijk nou. En het blijft ook gewoon doorgaan, hè. Ik ga even kijken of het nog anders wordt. 12 is 30%, 1 niks. Ik hoop dat dat de waarheid is. En anders ga ik gewoon beneden op de loopband. Maar goed, de les ging voor mijn gevoel wel goed. Dat is even heel anders, want normaal gesproken geef ik Montessori onderwijs. En nu gewoon regulier onderwijs. Les. Ik zit gewoon al een tijdje hier in de auto. We moeten verzamelen om naar buiten te gaan door de regen. Ja, ik ga. Ik weet wel. Het is ook al stof met regen. Ik ga niet naar buiten gaan, want de grond is gewoon overal zeikertje nat. Uiteindelijk ben ik toch wezen hardlopen, want het was tussen 12, nee iets voor 12, zo half 12 en half 1 was het droog. En toen begon zelfs het zonnetje door te schijnen. Toen dacht ik, ja als ik nu binnen ga hardlopen krijg ik spijt als ik naar buiten kijk dat het zonnetje schijnt. Dacht dan word ik maar iets nat, ik ben niet nat. Voeten waren wel nat, zoals voorspeld, ik had het ervoor over. Omdat Sofie is nog steeds niet terug en die had van... vanaf half 2 had ze examen wiskunde, die kon 3 uur duren. Ik dacht, ze is vast wel eerder dan half 5 klaar, maar... Het is nu 4:30 geweest, dus dat betekent dat ze echt die volle 3 uur gewoon heeft gebruikt. Een hele goede morgen. Het is vandaag
Dinsdag, ik heb al 5 minuten het beoordelingsgesprek. Ik zei gisteren dat je echt laat terug was van je toets. Je moest tot 5 uur of zo in de zaal blijven, want je moet eerst niet heel lang... Maar je had dus echt de volgende... Je had de volle 3 uur nodig. Ja, en toen had ik nog 5 minuten om eventjes mijn laatste vraag af te schrijven. Ja. Eigenlijk mag dat niet, want je moet echt de 4:30 binnen en neer. Maar het staat op de lijst aan het opruimen, dus ik ging heel sneaky nog even doorschrijven. Ja, dan moeten ze van elk blaadje controleren of je alle blaadjes... Ah, en er zaten nog heel veel in de zaal. Ja, dus dan moet iedereen... Goed gevoel? Nee, ik vond het wiskunde tegenval. Ik denk wel dat het een voldoende is, maar ik had wel eigenlijk gehoopt om een hoge cijfer. Bijna 5,5 had je uitgerekend. Ja, maar ja, ik weet het niet. Misschien heb ik te soepel gerekend. Of te streng. Of te streng. Maar ik heb nu een beoordelingsgesprek vanuit mijn Leo school, dus niet voor de PABO. Ik ben te vroeg. Ik heb ook nog 2 minuten. Maar ik denk altijd, ik moet 5 minuten van tevoren klaarzitten. Want dan weet ik zeker dat ik niet te laat ben. Dan ben ik te vroeg. Goedemorgen. Goed? Goed. Ja, want ik heb zelf... Die... Ja? Ook? Ja. Oh, ik dacht dat we dan in de steden misschien nog wel... Ik heb vandaag een hartige taart gemaakt met filodeeg. Hij zag er net iets mooier uit toen we nog niet hadden aangesneden. Maar hij is denk ik wel erg lekker. Alleen het filodeeg is heel dun. Ik doe wel mijn eigen stuk, Fie. Dit is echt lekker eten, Roos. Ik denk echt dat het lekker is. Maar gewoon een prutje om te eten. Hey, ik ben mezelf aan het filmen wat ik ervan vind. Ik denk dat mensen het plafond leuker vinden dan jij die eten. Hou op. Kuskoppen. Ik ga ik vind hem lekker. Ik vind dit deeg wel lekker. Wat vinden jullie ervan? Normaal lekker, hè? Van dikker deeg. Dan doe ik de volgende keer weer dikker deeg. Alleen, ik heb vega kipstukjes, want Sofia wil heel graag vega altijd. En aangezien mama en papa toch niet mee eten, dacht ik, nou, doe vega. Ik vind deze niet zo lekker. Ik vind die van jou vanmiddag lekkerder. Ja, ik was ook wel master. Ja, jij hebt wel hele lekkere kipstukjes. Ik had vega kipstukjes met kipkruiden gedaan en honing. Ja. Kijk één keer hoe goed wij hebben gegeten. Ik moet zeggen, ik heb wel het meeste. Ik denk dat ik meer dan een derde heb gegeten. Huh? Maar het is gewoon bijna op met z'n drieën. Wil je nou niet door mij heen praten? Wanneer zit mijn eten aan het afbreken? Oh, sorry. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. En ik pas, het is nog in de ochtend en ik heb in de... Goed vrouw. Het is nog ochtend en ik pas even op Lua, want Noah heeft een toets. En ik moet daar goed voor leren. Dus ik spring even in. Maar eigenlijk zou ik gisteren ook al gaan oppassen. Maar Lua had hele hoge koorts, 39 graden. Zeg ik het goed? En toen bleef ze dus thuis. Toen was ik wel even langs gekomen. Maar nu gaat het gelukkig iets beter. Vanochtend had Noah getemperatuurd, zoals 38 graden. Maar net ben ik even met haar een stukje gaan wandelen, zodat ze in slaap viel. Nu ligt ze hier heel schattig. Ik hou wel van hier een beetje in de gaten of ze nog slaapt. Echt een vet mooie kinderwagen vind ik trouwens. En ik ga even hier aan het werk. Het is bijna 6 uur en ik ben aan het wachten op de trein. Ik heb vandaag echt niks gefilmd. Het kwam. Lua was zo ziekig. Echt heel zielig. We hadden gehoopt dat het kort iets afnam, maar het nam helemaal niet af. En dus ze moest de hele tijd huilen en ze had het echt heel erg warm. Dus ik had veel stress. Ik moest dingen nog voorbereiden voor kamp. Want ik heb dus vandaag niet veel gefilmd. Dus het is al een best korte vlog. Maar ik ga morgen en vrijdag op kamp met mijn klas. Maar ja, dan kan ik dus ook bijna niks filmen. Want ik ben constant met die kinderen en die kan ik natuurlijk niet op film zetten. Ik hoop dat ik nog wel wat kan filmen hoor. In ieder geval moest ik mijn eigen slaapzak meenemen. Dus heb ik deze grote tas mee. En gewoon mijn rugzak. En dan moest ik ook nog een tas maken voor Vlissingen. Want ik ga vrijdag gelijk door naar Zeeland. Want we gaan daar het hele weekend slapen tot tweede Pinksterdag. Dus vrijdag, zaterdag, zondag. 3 nachten gaan we daar slapen. Ik dacht dat het altijd toch even tot iemand weg is. Maar goed. We gaan daar dus 3 nachten slapen. Want mijn vader en moeder hadden daar een appartement verbouwd. En die is nu klaar. Mijn moeder is daar de hele week alles aan het afronden. Maar daar gaan we dan het hele weekend zitten. Daar heb ik echt vet veel zin in. Ik hoop wel dat het een beetje mooi weer is. En dat Lua beter is. Want anders zou het wel heel sneu zijn. Goedemorgen jongens. En kijk nou even wat voor weer het is. Dat lichtpuntje, dat is de zon. We zitten gewoon in een dikke vette mist. Kijk wel winter. Mijn camera focust niet zo goed, maar ik heb niet over tijd. Dus heel even ons schaakbeeld. Ik ga in ieder geval onderweg naar school. We gaan op kamp. Ik heb een hele tas en vuilniszak mee. Maar ik heb er zin in. Ik hoop alleen dat het weer iets opklaart natuurlijk. Ik ben er. Dit is zo leuk. Ik ben wel gelukkig ook goed werk. Ik hoop dat het zo blijft.
Ik denk wel dat ik een paar ASMR-beeldjes kan maken. Dus die ga je nu even zien van vandaag en morgen. Wat een ravage! Naar Vlissingen is een reis van meer dan 3 uur. Het was trouwens wel echt heel erg leuk en we hadden echt geluk met het weer. We hadden, ik denk, 2 keer een heel klein beetje regen. Voor de rest konden we alle buitenactiviteiten doen. Goedemorgen, het is zaterdag. Ik ben in Vlissingen. Ik was gisteren al avond al aangekomen, maar ik was heel moe, dus ik heb niks gefilmd. Wij gaan nu naar de Albert Heijn XL. En ik heb hier zo erg veel zin in. Zoals jullie weten, tenminste, ik denk sommigen van jullie weten, ben ik groot fan van supermarkten. Ik kan daar uren zijn. Het is ook echt een uitje voor mij altijd. Ik kom er bijna elke dag. Niet elke dag. Maar nu gaan we naar de Albert Heijn XL. En ik ben nog nooit in de Albert Heijn XL geweest. En de Albert Heijn is mijn favoriete supermarkt. Ik ga met Lotta en Noah. En Lua gaat ook mee. Roos, hoe enthousiast ben je? Ik ben zo enthousiast. Ik heb denk ik nog nooit een vlog verteld hoe enthousiast ik ben over supermarkten. En dan met name de Albert Heijn. En nu de Albert Heijn extra large. En hij is er al heel lang, maar ik ben er gewoon nog nooit geweest. Echt niet? Nee, nog nooit. No. Oh, dat wist ik niet. Noah wel, Joanna wel, iedereen. Maar nog niet bij deze hoor. Nee, en ik ben zo benieuwd naar alle nieuwe producten die ik nog nooit heb gezien. Nou, we nemen jullie mee. Het is heel erg druk. Dat is... Wow. Maar dit. Pretzel. Honey and mustard onion. Pretzels. Dit neem ik misschien wel mee. Ook met karamel. Dit wil ik, dit wil ik. Nu ben ik bij een goed pad. Koekjes. Ik hou van koekjes. Hoe leuk. Hier kan je gewoon kleine zakjes chips kopen. En nu ga ik onderweg naar... Ik ben echt gek op krokenchips. Kijk wat ze hebben. Nou... Ik ben heel enthousiast over dit, maar waar is de echte krokenchips? Ja. Kijk, dit is mijn favoriet. Dit is ook fantastisch speciaal, maar die ken ik al. Die vind ik toch niet zo lekker. We zijn terug. Het was zo groot dat ik ook een paar dingen ben vergeten. Ja, essentials, zoals soepstengels en neussnuitdoekjes. Maar ik heb 3 dingen die bijzonder zijn. Dit deed me denken aan iets wat ik vroeg al op een koer. Maar dat is het niet. Het lijkt er eigenlijk helemaal niet op. Het lijkt me wel lekker. En dan heb ik 2 keer iets met pretzels. Ik eet normaal altijd chocoladepretzels. Maar die waren hier niet. En hier had je wel andere soorten pretzels. Pretzels met gezouten karamel. En pretzel met honing en mosterd. Die lijkt me ook lekker. Zullen we er eentje proeven? Ja. Wow, het zijn hele grote stukken. Ik had gedacht dat het zo klein was. Ik vind het echt heel lekker. Anders dan normaal, hè? Je mag ze op af. Een beetje weer. Heel lekker. Het is bijna geen pretzel. Stik maar ik vind het niet zo lekker. Nee? Zal ik die andere ook open doen?
Oh, ruikt ook lekker. Oh, dat wordt goed ontvangen. Weet je waarom ik het zo lekker vind? Het heeft hele heftige smaken. Je moet echt van de smaak honing mosterd houden en echt van de smaak gezouten karamel. Het doet precies wat hij zegt. Voor mij echt 5 sterren. Nee, 4 sterren en die andere krijgt van mij 5. Ja, nog een smaak. Nu wou ik dat ik die niet heb gehad. Ik sta in mijn parkeergarage, maar ik wil alleen even laten zien. Kijk hoe ik heb ingeparkeerd. En hier, achteruit, hè. Zeg, wat heb ik echt geluk. Net toen je klaar was, kwam er een auto aan. Ja, ja, zaken heb ik gedaan met hulp van Noah. We zijn even een Middelburg ingegaan. We zitten zelf in Vlissingen. Maar we kwamen mama en papa tegen. Hè? Mama zit hier al de hele week. Heeft hij het leuk? Ik heb hard gewerkt. Ook, maar ik heb het ook leuk. Ja. Het was wel bijzonder, want ik voelde me net weer op kamers. Dat, echt? Ja, dan deed ik de koelkast open en alles lag nog net zoals ik erin had gezegd. Niemand had erin geroofd. Ja. Alles lag op de plek. De vaatwasser netjes ingepakt. Kasten netjes. Ik moet zeggen, ik ben een rover. Want ik had een leuntje voor zichzelf. En dan pakt u alles af. Mama zegt altijd, nee, hoef ik niet. Ook gisteren. Mama, wilt u chippers vragen, Lotta? Nee, bedankt. Gaat ze vervolgens uit Lotta's bak roven, omdat ze dan niet het gevoel heeft dat ze chips heeft gegeven. Naar de wc. Je kan natuurlijk nergens naar de wc. En we waren wel heel even op het terrasje gaan zitten, maar toen was ik vergeten naar de wc te gaan. In geen één winkel kan je überhaupt naar de wc en je kan nergens aankloppen. Door corona en nu had ik eindelijk in de parkeergarage waar mijn ouders staan met de auto een wc gevonden. Tenminste, dat zei papa. Dan moest je 50 cent hebben en ik had geen 50 cent. Dus moest ik eerst naar een winkel toe heel snel iets kopen van uiteindelijk 2,50. Had ik 50 cent over en toen ging ik naar de wc. We zijn inmiddels weer terug uit Middelburg. We zijn weer thuis. Vanavond is het Eurovisie Songfestival de finale. En het is best spannend of de tv gaat werken. Want er moest nog geïnstalleerd worden. Noah is er nu druk mee bezig. Die heeft er verrassend veel verstand van op de een of andere manier. En daaraan ligt het ook of Joanna vanavond nog komt. We hebben net patat besteld. Ik wil het eigenlijk allemaal wel filmen. Maar dan red ik het niet om morgen online te zetten. Dus dat zien jullie waarschijnlijk in de volgende week vlog. Hi. Hi. Het is echt naar de zin, hè? Ja, ja. Ik ben nu echt net een studentje inderdaad, die allemaal zulke dikke frutseltjes koopt. Waarvan je echt denkt, wat moet je ermee? Maar ik kocht een theekop, waarbij ik echt denk, wat moet je ermee? Want het is een theekop met een dekseltje erop, om het warm te houden. Maar een thee koelt juist niet snel genoeg af. Om het te laten trekken alleen. Ja, maar ik hou van lichte thee. Ik dacht dat jij het ook een goed idee vond. Nou, ik ben wel blij dat u er blij mee bent. We gaan de vlog afsluiten. Vond je het een leuke weekvlog? Bedankt voor. Wil je dan een duimpje omhoog doen en abonneren? En jullie zien woensdag weekvlog van Joanna. En volgende week een nieuwe week van mij met extra vlog. Nee, woensdag rond haar mee. Even kijken. Dat hebben we al een keer gedaan. Oh, die hebben we al gedaan. Bedankt voor het kijken. Doei doei! Doei doei! We gaan even de thumbnail voor de zekerheid. Ik weet niet of ik de thumbnail heb. Want dit is echt een thumbnail. Weet je het zeker?